1966, Ford Mustang Coupé GT, originele A-code, originele GT. Dat betekent foglights in de grill, uitlaatsysteem door de rear valance, GT-opties, Pony Deluxe interior, affabriek, superleuke auto, super eerlijke auto, super, allemaal super echte auto en rijdt echt absoluut nieuwer dan nieuw. Het is misschien zelfs wel een van de beste originele Mustangs die ik ooit gereden heb. Waarom, waarheen, waarvoor, ik heb no idea, maar het rijdt echt fantastisch. Mustang, maar dat weet iedereen wel. Kijk, Mustang is natuurlijk sowieso iconisch. Alleen al de naam Mustang. De naam is al fantastisch gekozen. Maar de auto is vanaf dag 1 een hit geweest en geworden en gebleven tot op de dag van vandaag. Dit is eigenlijk de eerste generatie. De eerste generatie is van 64,5, 65 tot 66. En dan in 1967 krijg je weer een nieuw model, 68 en 69, 70. Zo gaat het maar door. Pony Mustang. En dit is wel een van de toppertjes. De A-code, de GT-optie, dan zit je al in de bovenste regionen van wat je kon kopen. Sowieso een hele echte auto. Het is damage-free. Het heeft nooit een accident gehad of zo. Geen nadigheid, niet in elkaar gereden. Originele plaatdelen, eerste lak. 100.000% rust-free, van binnen nieuw. En rijden, ja, ik heb eigenlijk, dat is echt waar, ik heb nog niet, geloof ik, een betere Mustang gereden, origineel. Hij rijdt gewoon echt absoluut nieuw. Fantastisch. Nou ja, weet je, je hebt stuurbekrachtiging, een dubbel uitlaatsysteem, je hebt een Pony Deluxe interieur, dus het interieur is zwart, is allemaal wat luxer als normaal, maar hele mooie vinyl top, absoluut roestvrij, er is geen pukkeltje eronder, chrome is allemaal echt mooi, plaatwerk is allemaal fantastisch, het is allemaal knoert hard, knoert eerlijk, niks aangesmeerd of gebondood of ellende, gewoon een hele echte auto, eerste lak, dus hier en daar een beetje doorgepoetst, mooie patina. Maar vanuit het perspectief, ik zoek een hele echte auto. Een auto met geen zwaar verleden, heel verhaal, schade gehad, 3 keer overgespoten. Dat heeft dit absoluut niet. Sterker nog, dat merk je ook, en dat is toch wel bijzonder, dat merk je gelijk ook als je gaat rijden. Dan denk je echt, ah, dus zo kon het dus rijden, een Mustang in 1966. Rijdt absoluut nieuw. Dat is fenomenaal, al ga je door zulke kuilen in de weg, nieuw. Geen krakie, geen tokkie, geen knoekie, geen klonkie, geen flonkie, niks. Would you say owning a Mustang has changed your life? Well, I wouldn't say that exactly. You're ahead in a Ford all the way. See you in the next one. In the comment, I'll see you. And if you wanna call me online. Anytime, call me. Out the magic, if you wanna buy a brand new car, Blondie? Call me. Blondie? Ja, blond. Call me. Ik ken het doorheen, Jan. Call me. In the area you are calling, your call cannot be completed at this time. Mustang.